Ja, dus het zijn die tikken. Maar het ging ook een beetje over het uit- en thuis spelen. Fortuna heeft dit seizoen nog geen uitwedstrijd weten te winnen. Twee keer gelijk en de rest verloren. Ik denk dat het wel belangrijk is, Bas, dat hij vastigheid creëert. Dat hij hetzelfde blijft spelen. Hij moet niet te veel blijven wisselen in opstelling en in tactiek zoeken van... oh, nou, we die tegenstand moeten... Ik denk dat hij toch meer van zijn eigen elftal moet uitgaan. Nou had hij dan Duarte er weer uitgehaald, ja. Kreeg je een heel andere bezetting. Dat is toch wennen. En spelers hebben behoefte aan duidelijkheid, aan vastigheden. En ja, daar moet hij naar op zoek, lijkt mij, bij Fortuna. Ja. Maar misschien is hij nog niet tevreden, dus kan hij die vastigheid nog niet bieden. Ja, hij heeft regelmatig blessures gehad. Hè? Ja. Weet je, jongen, Gundogan op middenveld, nu weer geblesseerd. Ja, en Noslin natuurlijk. En de Duarte gaat dadelijk de Afrika Cup, dus dan moet hij hem vervangen. Ja. Maar dan nog, je speelt weer heel anders. En veel van zijn spelers staan ook... Goed is er sowieso niet bij. Die is al 5 keer geel gekregen. Maar er zijn er toch ook een paar die op scherp staan. Hè? Als je naar kijkt, Rogier 4 gele kaarten, Dijks 3, Silvas 3, Duarte 3. Dus die, op naar die wedstrijden. Dus ze spelen nu tegen Vitesse en RKC thuis. Ja, dat zijn 6 punten. Ja, NEC uit misschien ook nog.